Hallo, het is zaterdag 16 december en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is nu ongeveer 20 na 10 en ik ga beginnen met mijn voorlaatste examen te leren, namelijk wiskunde. Ik wil wel even vertellen, vorige week ben ik in het weekend om 2 keer om 8:45 al begonnen met leren. Ik vond dat nodig en ik dacht dat is ook wel slim om te doen. En ik had daar ook de energie voor om dat te doen. Maar dit weekend ben ik zo uitgeput van de afgelopen 1,5 week dat ik dacht, nope, vandaag slaap ik 1 uur langer. Dus daarmee zit ik ook 1 uur later aan mijn bureau. Maar anyway, ik heb een weekend, dus dat zal wel goed komen. Morgen, dus als jullie deze vlog zien, ben ik jarig. En daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Ik ben heel graag jarig, ik kan er niet aan doen. Dus heb ik morgenavond rond 6 uur ook een klein familiefeestje met mijn 2 oma's en met mijn tante. En dan met mijn gezin natuurlijk. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit dit weekend. Maar goed, we zijn vandaag natuurlijk nog niet de verjaardag zelf. Vandaag moet er wiskunde geleerd worden. En wiskunde zie ik eigenlijk wel zitten. Het is niet zoveel. Ik vind het ook niet zo heel moeilijk. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren en het moet ook fatsoenlijk gebeuren. Dus dat gaan we nu maar eens snel doen. Dan ben ik er ook snel vanaf. En ja, let's go zou ik zeggen. Mama heeft gisteren voor mij in de winkel ook een, ik denk het een hyacinth. Of hoe heet die plant? Ja, ik denk een hyacinth. En hier gaat een roze uitkomen. Dus geen witte, maar een roze. En ja, ik ga jullie proberen up-to-date te houden van de groei van dit plantje. Het is 2:30 en ik ben dus bezig met wiskunde. En om eerlijk te zijn, ik heb echt zero concentratie. Dus ik ga nu proberen me wel echt volop in te zetten, want ja, het moet wel gebeuren. Het is niet dat het niet lukt of zo, maar ik kan precies mijn kop er niet bij houden. Ik weet echt niet hoe het komt. Dus ja, ik ga nu gewoon snel voortdoen. En proberen me echt 100% te concentreren of zoiets. Bijna 7:20 en we hebben net de kerstboom versierd. En wat heb ik nog gedaan? Ik zit nu onder mijn bureau iets op te rapen. Nee, en we hebben nog frietjes gegeten. Oh my. En ik ga nu nog mijn wiskunde even afmaken. Het is echt totaal niet veel mee. Amai. Ik moet nog een soort van staarttellingen maken. En dan ben ik klaar. Ja, dus dat ga ik nu nog doen.